springen we eerder vooruit. Zo wordt het vanavond plezant. Dag herrische bad dat klank. Maar veel dagen aan molden verlangt. Veel gewaard aan de tijdstand. Thank you.
patent. Nee, het is hier nog ploft in een UCBO. Zeg, ga eruit dat je hier wat in, hè. Dat werkt nog een beetje op je systeem, hè. Volgens de Chinese kalender zijn we nu in het jaar wat voor. Dus de rol van jou, dat is nog te permitteren, hoor. Moet het alsjeblieft worden aan die hek van jou, Nisa? Miljarden! Kun je het ons? Hij zullen water door dus de boven drinken? Of moet hij voor mijn part drie kwartier rozen op? Moet het door de dansje, maar wil je niet om je te kunnen doen, Nisa? Dat gaat niet voor me. Met de beste willen van de wereld kreeg ik geen glas water over mijn lip. En oké. Okay. Mijn ozen met ons niet, toch ook ik doe. Ja. Je weet nog wat ook, een paar weken geleden bleef een plak aan het palatintje van op Rotterdam doen. Dat was ook een feit omdat de snik had om een bleef een plak aan het. Je weet wat er los is, ik heb hier een artikel gelezen en de zaadtips, hoe dat ik me van de hek op vrouw. En de zaadtips is niet. En mijn pochette zakje, ja, pochette zakje. Het is toch roei. Hier. Hoe kunnen we op inventieve manier van de hek afvragen? De prestigieuze IH Nobelprijs voor geneeskunde ging dit jaar naar professor Miljarde. Francis Fisbeek. Die een eenvoudige, maar afdoende manier bedacht om van de hek af te raken. Dit is een beetje. Ja. Namelijk een vinger in de anus steken. Ja, een beetje.